Ik heb jullie het een beetje bespaard hoe zombieachtig je eruit zagen. Want we zijn allemaal om 10:30 wakker geweest. En aflevering 2 zagen jullie hoe laat dat was. Dit is dag 3 van Abunai. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Abunai. We zijn heel erg fit. Maak je ondertiteling op. Maar dat is zelf vol, staat onder. Miauw, 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 miauw. Dankjewel, editor. In ieder geval, wij gaan dus weer gauw naar Abunai toe. Het is bijna 12 uur. Maar het is altijd 12 uur. Wat is het? Nee. We zijn niet bij mij. Mam. Het is 12 uur. Stemmetje van jou zeg. Ik wil even een inzoom, maar dan opnieuw, want ik heb namelijk flink belangen. Nou, ik komt een oorbeeld. Sorry. Nee, in ieder geval, wij zijn jullie weer bij Abunai. Nou, we zijn aangekomen en ik heb weer mijn zonnebril per ongeluk niet in mijn auto gedaan, maar who cares? We zijn weer voor de derde dag bij Abunai. Gelukkig, onze zonnebril is er ook weer. Ik ben zo blij om jou te zien. En onze laat die. Jos. Ja. Ja, laat Jos. Ik haal het elke keer door elkaar heen. Ik weet niet wat dat heeft. Dus, sorry. Waarschijnlijk gaan we toch weer weerwolven pakken. Dan gaan we nog heel eventjes langs Wilbert. Die wou mij ook nog heel eventjes zien van Tomo. Dus we zien wel. En we moeten nog heel even op Erik wachten, want ik stond eigenlijk in de file, want ik ben verkeerd gereden. Maar hij moest ook nog heel eventjes een andere kant op, dus die zien we straks. Is research. Ik zag hem gewoon. Wat een die. Wow, diary. Geniaal. Thank you for your diary, because you're fucking every time in that book, and every time I mention it. Oh, this is so gaaf. Me, this is actually how we can actually database all these pages. I still don't know who he is, but I will find him. The author. True. That is spoiler. Werewolf. Let's look at the symptoms. Are you sure you're not undead? Huh? Are you not undead? Undead. Are you not undead? I don't think I am undead yet. Oh. Are you really sure? Jongens, jullie moeten gewoon echt Gravity Falls kijken. Geweldige show, echt serieus. Nou, dan zitten we dus lekker in het gras. We gaan daar nog wel even naar de dealer toe. Maar nou komt dus het allerleukste. We hebben Lucario gevonden. Nou, je ziet er ook half uit als Lucario. The aura. The aura. Oh, surf. Heb je gezien op een voorgaande afleveringen van de vlog? Ja, ik heb het echt naar mijn zin gehad. Wat heb je gedaan dan? Ik heb gedanst, ik heb Hayo-so gedanst, zo Japans dansen. Dus ik heb nog een beetje... Heeft Japans gedanst? Ja. Ik heb geschreeuwd, dus ik heb nog even voor. Ja, we hebben allemaal. Heb je ook Just Dance? Ja, tijdens het dansen, ja. Heb je ook Just Dance gespeeld? Just Dance? Nee, Just Dance niet. Oh, dat... Dance Dance Revelation? Dus, doen we daar, ja. Dus dat moet nog gebeuren. Dus alleen maar dansen en... Ik moet weer heel eventjes iemand anders afheffen, dus ik ga weer heel eventjes aan start. Change! You got change! Come on! Hi Peter! Hi Peter! Focus op Peter, ik zie het niet. Hey, wacht, ik zie menu. Wacht eventjes. Wacht, menu? Kruisje. Ik zie je nu. Hey, menu? No. Ja, volgens mij... Ja, zo. Daar ben je in beeld. Dat is Peter. Dit is Peter. Hoi Peter. Stefan. Knuffel even. Doei Peter. Dit is ook 1 euro. We broke Link. Zo gaat het altijd hier. Hij is ook rond de missing link. Ah. Not a missing number, but a missing link. Legend of Zelda en de missing link. Dus.
Nee, ik was bezig met kijken. Shiny, shiny. Dit kan je verpesten met één woord. Dat is een shiny munt. Het is zo shiny. Kijk eens. Wat? Now you lost this. Keep talking and nobody explodes. Nieuwe logo. Keep talking and nobody explodes. Ja, bol, niet schrikken. Ja. Niet schrikken. Niet schrikken. Mark in Fantomo, die is in één keer heel erg geschuwd. Staat echt zo helemaal achter de schermen. Maar eventjes een paar datums die je vrij wil houden. 30 september, 1 oktober. Zeg ik dat goed? Ja. Zeg ik goed? Ja, ik zeg 6 en 7 januari. Tomo Ferm Amsterdam. 6 en 7 januari, Tomo Ferm Amsterdam. Nee, we houden het eventjes rustig aan. Een maandje van tevoren, dat is goed zand. De andere komt wel. 6 en 7 januari, 6 en 7. Maar voornamelijk dus 30 september en 1 oktober, dan ben ik ook weer te vinden natuurlijk bij Tomo Ver in Nijmegen. Ja, dat zeg ik goed. Dat zeg ik. Cameraman neemt het over, mooi. Dus ik mag helaas niet, van Corio mag helaas geen bubblebeam hier doen, klinkt niet goed. Dus, maar daar zijn we dus en dan gaan we weer Wolf van Wakkerdam doen, Pokémon Training Card Game gaan wij daar natuurlijk ook weer doen, hartstikke gezellig. En Mark zal ook bij zijn, maar die is nou dus bezig in de zwaait en hij heeft hier een stand te runnen, dus wij gaan gewoon weer verder. En ja, die room hebben jullie al gezien. En hij is grampy! Niet lachen! En hij is ook sleepy. Oh ja, ook nog sleepy. Grampy en sleepy, klinkt als mijn leven. Dat was de tweede keer dat wij aan het einde. What are those? Ja, die seconde, die meter. Dus dat was twee keer. Ah, nee! Die heb ik zonder konto, was een meter gewoon eigenlijk. Nee, geen nooit. Was de spullen gebracht aan de backroom. Ze heeft zelfs spullen kunnen. Maar het is in ieder geval geen appel, want die is bijna op. Waar is een appel? Bijna op. Nee. Nou, ja. Kleine aflevering eigenlijk. Ik weet het, maar... Ja, het was echt van... Sowieso, we zijn brak. We zijn echt... Nee, dat lijkt me zo. Vaporeon heeft heel vaak bubbelbeam gedaan. Binnen en buiten. Het was de bedoeling om nog een ronde weer Wolf of Wakkerdam te doen, maar we zijn met te weinig man. We hebben maar 7 man op het moment, dus of en in ieder geval, we zijn dus... Nou, nee, ik knip dat stuk er gewoon uit, dus maar ik... Dank je, sorry. Nee, dat is niet erg. Kortom, we gaan dus nog een weerwolf doen. Dat is nou gegarandeerd. Maar ja, het is echt een beetje een brakke dag voor vandaag geweest. En Abonnij was zeker heel erg gezellig. Maar ja, aan alle leuke dingen komt het eind. Maar we gaan tenminste nog afsluiten met een heel leuk potje van Weerwolf van Wakkerdam. Nogmaals, het komt niet in de video, want ik ga die nog een keer filmen. Dan refer ik naar het videootje wat we toen de vorige keer hebben opgenomen. Met mij als Moshu, dat was leuk. Maar ja, het is altijd gezellig. Dus. Ik ben hier ondersteboven van... Ik ook. Magikarp. Vlieg weg jij. Daar komt het eten. Magikarp. Nee, dat is geen eten, dat is milkshake. Magikarp. Dit is de middel. De middel? Ja, dat is de middel. Milkshakes. We hebben allebei banaan, dus... Kortom jongens, we zijn alweer terug ondertussen. Nou ja, bijna. En we gaan dus Lau eerst lekker eten, want daar hebben we zin in. En daarna gaan we onze final word doen over hoe dat wij dus Abonnij vonden. Ja, dat was leuk. Nee, dadelijk. We gaan eerst even. Zullen we een stoel neerzetten voor de kleur plusjes? Anders is het echt lekker. Zo. Goed plan, hè? Oh. Ja. Ja, kom maar. Is leeg. Smakelijk, hè? Kom maar. Oh. Komt erbij. Alsjeblieft. Ik dacht dat ze wel een grapje. En dan ging een vorkje. Dan, ja, binnen liggen ze gewoon te pakken dus. Oh, mijn kaas is vlees. Nou, iedereen smakelijk voedsel. Smakelijk. Van hallo. Spooky, spooky. Het is een slurper die bluf. Ja. It's me, Bill Cipher. Nou, we hebben dus nou gegeten en we gaan dus nou onze mening doorgeven over...
ja, wat wij dus echt van Abonai vinden. We beginnen met onze heerlijke klaagpartij. Zodat we dat alvast out of the way hebben. Tot we dus met positief einde kunnen sluiten. Dus dat leek me wel het leukste. Dus ik begin bij jou. Eerst klaagronde. Nou, met een klaagronde, daar moeten we wel beginnen. Met het muntensysteem en de prijzen die ze hebben gerekend. Maar daar kan Abonai niks aan doen. Nee, ik vind het heel lullig voor Abonai. Dus ja, ik hoop daadwerkelijk dat ze een oplossing hebben of een nieuwe locatie, wat de gerucht is. Klote Koningshof. Die nu rondgaat. Of dat ze het toch met Koningshof netjes kunnen regelen de volgende keer. Want er werd gewoon zwaar misbruik gemaakt van het muntensysteem. Dat men niet meer door had hoeveel iets kost. En dan lekker veel rekenen. Voor een mini patatje 3,75 rekenen. En veel te... Ze zaten wel heel erg... Gisteren totaal niet. En in één keer! Ineens zaten ze wel heel erg zeikerig over van... Ja, hij moet gecontroleerd worden. En de manier hoe het gecontroleerd werd was echt van... Ja, en het gewoon niet echt top en leuk. Oké, okay. Ja, Hi, ik ben van Abonai. Ik kom gewoon echt af en toe een goede prop. Doen we dat echt belachelijk maken? Ja! Ja. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, je kunt er wel iemand mee neerhebben, maar dan is heel dat ding daar zo'n grootje. Maar ja, dat ken je ondertussen wel maar anders. Ja, dan denk ik dat je wel een lijst moet geven van een paar mensen. Ja, ik zal wel een bandje omheen doen. Zo werd er gecontroleerd. Ik zo niet op een checklist van, nou, is dit het? Is wat, waarvan is het gemaakt? Wat is dit? Nee, gewoon echt eigen mening. Wat de actuele neus. Nou, de dealer room. Ik miste er voornamelijk sommige stands. René Kaart. Ja, René Kaart. Ja, maar weet je hoe duur dat Abonai is? Blame René hier absoluut niet voor. Nee, maar we misten hem wel. Ja. René Kaart. Ja, ik heb geen logo erop en dan edit ik gewoon. Dus. Ja, maar ik miste voornamelijk bijvoorbeeld dingen om te kopen. Zoals anime stuff, zoals tassen en... van die leuke tasjes met de allerlei leuke dingetjes erin miste ik. Wat vorig jaar er wel waren. Die mystery bags juist, dingen. Dat soort dingen. Dat is overal zo. Die hebben ze altijd wel normaal. Ja, maar dit keer hadden ze ze niet. Alleen over cute hadden. Maar ze hadden dit jaar heel veel van die kawaii knuffels. En niet echt anime related, maar meer Japans related. En dat is eigenlijk het enige. Muntjes! Enough said! Also muntjes! Ik heb voor de rest niks anders, alleen muntjes. Ik kan wel een van de dingen wat jij anders gaat zeggen. Yep! Want als mijn werk en zo. Veiligheid! Ik vond de veiligheid echt belabberd. Stewards, die waren daar om daar dus voor de veiligheid te zorgen. Nou, je had er iets van 4 ingangen. Eentje, daar werd echt grof gecontroleerd op de bandjes. En dan had je dus de receptie en nog een andere. En daar waren gewoon schuifdeuren. En dan kon je gewoon van buiten naar binnen lopen. En er stond niemand. Kon je gewoon vloep naar binnen. En dan kon je zo naar de voorkant lopen en noem maar op. En op het moment dat je daar iets van zei... Ja, maar het is nou toch rustig. Of ja, ach, dat doet toch niemand. Of ja, daar maken we ons niet zo druk over. Dat was zo belachelijk dat ik gewoon echt als bezoeker moest zeggen... Ja, sorry, maar ik vind het niet veilig. Want echt iedereen keer gewoon naar binnen te lopen. Wat ze dan ook... Geen tassencontrole, geen controle wat ze bij zich hebben. Ja, dat is gewoon... In dit tijdstip is dat best wel eng eigenlijk. Als je erover nadenkt. En wat ik al helemaal erg vond, dat was de vrijdag, dag 1. Het eerste wat bij mij gebeurde... je komt dan binnen naar de check-in. Nou, wij waren extreem laat, dus gelukkig was het niet meer druk in de hal. Dus ik wil mijn telefoon opbergen, waar dus mijn kaartje op stond. En ik krijg gelijk een duw van een steward. Ja, wel doorlopen. Blijf met je tengels van me af! Gewoon plaatsen. Ja. In plaats van... Serieus? Dat echt serieus? Ik weet niet of Abonai mijn video's kijkt. Ik denk het niet, maar mocht het wel zo het geval zijn... Fix dat, alsjeblieft, alsjeblieft. En dan heb ik wel genoeg gezegd. Oh ja, en natuurlijk ook niet te vergeten de stewards die dan zetten van... Ja, vergeet niet 6 uur opdonderen. Oké, ze zei het niet zo, maar we wel van... Ja, om 6 uur moeten jullie wel weg zijn, hè. Dus ik hoop dat het lukt, want om 6 uur wil ik jullie weg hebben. Gelukkig zijn er eigenlijk ook weer anderen die... Al blijf je tot 8 uur zitten, al blijf je tot 9 uur zitten.
Maar hou er wel rekening mee dat ze wel een beetje aan het afbreken zijn. Ja. Nou, wij hadden gewoon al gezegd van, nou, we maken het niet later dan 7 uur. Maar die steward die daar echt zat. Jongens, echt serieus. Jullie moeten voor de veiligheid zorgen. Jullie zijn geen macho's, jullie zijn geen bodybuilders. Jullie zijn niet degene die echt de hele tijd moeten gaan rotzooien. Van, kijk mij hier even de baas zijn. Want dat ben je niet. Totaal niet zelfs. Ik lach je uit. Achter je rug. Ha! Maar nou de positieve dingen. Positief. Begin jij maar. Nee, ik ben nou net klaar met praten, dus dan skippen we jou wel. Oké. Positieve dingen. Ik ben vandaag naar een meetcafé geweest. Zij heeft namelijk het meeste gezien. Ja. Jij gaat er heel veel vertellen over wat er op de conventie is. Want wij hebben alleen maar gezellige mensen gezien. We vinden niks van het evenement. Hij loopt. Ja. Dus vandaag was ik bij het meetcafé. Ik moest daar wel heel lang wachten, want het was natuurlijk de laatste dag. En ze waren op een korte tijd open, tussen 12:30 en 3:00. Ja, daar kwam ik wel achter dat ze wel positief bleven en rustig waren, ook al was het heel erg druk. De rest van de conferentie was heel interessant, veel te doen. Jammer dat er wel sommige dingen waren gecanceld. Positief! Positief, positief, positief. Daardoor leer je ook nieuwe mensen kennen. Om... leuke dingen te doen in... ik word heel erg aangekeken. Ik ben positief. Blij gezicht. Ja, doe maar even. Kijken. Laat maar even zien waarom. Nee, die kant. Positief. Anders. Positief. Ja. Okay. Maar het was hartstikke leuk. En nieuwe mensen leren kennen. En ook weer oude mensen weer... opgezocht en vrienden meegemaakt. Ja? Nou, ik ben helemaal positief. Ten eerste wil ik jullie twee bedanken voor Hoepa. Ik ben heel blij met Hoepa. Hoepelt op met je Hoepa! Nee! Nooit! Hoepa zal altijd blijven! Hoepa is Hoepa. Punt. Nee, en ik vond het echt hartstikke gezellig met jullie allemaal. Ik heb extreem veel. Ik heb bijna doodgelachen bij weerwolven. Letterlijk zelfs, want ik ben zelfs doodgelachen. Net is onze nieuwe kleine Mr. Bacon, maar hij wordt ook wel... Nee, blijf van Waddles af. Waddles is lief en ik wil Corné en Angel ontzettend bedanken nogmaals. En... Oh, Meerte, ook bedanken voor de Pokémon kaarten. Ik ben heel blij met alle Gastly's en Haunters en Gengar. En natuurlijk gewoon jullie allemaal voor het kijken. En jullie allemaal natuurlijk ook. Het is echt geweldig. Ik heb echt genoten. Ik heb gewoon gerelaxed. Pijn. Nee, positief. Pijn. Hoe durf jij buikpijn te hebben? Positief zijn. Ik ben van lachen. Oké, okay, leuk. Nou, ik vond inderdaad de firma heel geweldig. En ik heb daardoor ook een nieuwe persoon leren kennen. Onze Evil Queen. Ik weet niet of ze dit kijkt, ik denk wel. Onze Evil Queen zat volgens mij niet bij de vlog. Dat was de toen was al. Ja, toen was Maar het was wel heel gezellig. Ja, ja. En de karaoke vond ik ook geweldig. Oh ja. Met You're Welcome. Ja. You're Welcome! Dag 2 was dat. Dat was het ongeveer wel een beetje, maar ook echt de tijd die ik met jullie heb gespendeerd was echt awesome. Thank you guys. Nou, wie neemt de hamer over? Kom ik. Kom ik. Oh, ik wil hem slaan. Ik wil hem slaan. Oh, Christine, die slaan. Jij gaat geen. Dat was wel leuk. Het is positief. Was leuk. Positiever. Even zonder ongein. Ik heb echt de eerste dag, de tweede dag heb ik enorm genoten. De derde dag heb ik eigenlijk weinig meegekregen. In verband met vermoeidheid. Maar ik heb zoveel gezellige mensen gekregen. Bij abonnee het enige probleem is waar ik altijd heb. Ik verdwaal altijd, dus ik weet niet waar alles is. Maar dat houdt mij nooit tegen. Want ik ben positief. Zwijg. Je hebt geen hamer. Ga weg. Alleen de hamer mag irritant zijn.
Dus, ja, en wat ik dan altijd het leukste vind bij conventies, dat is de gezelligheid die er is. En er was zeker gezelligheid, er was genoeg te doen. En tot er ook de ruimte was om alles te doen. Voornamelijk dus wat jullie weer gaan horen. Van mij ook, net zo goed. Weerwolven, ik heb een nieuw karakter als weerwolven kunnen doen. Die heb ik vandaag dan gedaan. Ik heb heel cijfer gedaan. En dat werd zo enorm leuk ontvangen. Maar mijn favoriete moment van Abonnij, dat blijft toch wel dag 2. Voornamelijk van Myrthe en van Anne. Die mij zo overtrompeld hadden. Ja, dat jullie dus in één keer een hele emotionele kant van mij hebben gezien. Dus ja, je hangt echt al anderhalve dag nu ondertussen op mijn schouder. En dadelijk gaat hij dus los en ik wil hem zeker op mijn logo, op mijn banner gaan maken. Dus ja, ik vond het echt super gezellig en ja, ik hoop dat het een keertje op een andere locatie kan zijn, want ik verdwaalde nog te veel, maar het blijft altijd leuk. Ik mis het eigenlijk allemaal nu al. Ik ook. Ik had een bel. Ik had een... Ik wil eigenlijk aan de ene kant ook wel terug, maar aan de andere kant ben ik echt kapot. Ja, het verdwalen heb ik nooit last van gehad, maar ja, ik heb natuurlijk... Moet ik er ook een bijl in pakken. Ik heb natuurlijk gewoon een map van Abonnij. Ik kan alles gewoon makkelijk terugvinden, dus ik snap dat probleem niet. Oh ja, maar wacht even. Je houdt hem volgens mij ondersteboven. Nee, dit is de juiste kant. Oké. Okay. Want dit is namelijk de ingang. Maar je zat te klagen over dat het een doolhof was. Je moest positief zijn! Ik was positief en ik zei niet dat het een doolhof was. Ik zei dat ik er snel verdwaalde. En dat was positief, want daardoor kwam ik juist al die mensen tegen. En jij klaagt nu over mij, jammer! Positief! Dat is de slag 1! Oké. Slag 1! Het spijt mij, kijkers, dat ik niet positief was. Hij moet mij gewoon raken met de hamer. Ik heb het al lang door. Aangezien dat ik mij weer wil opvangen, dan wil cijferen was ik wat heel erg gemeen. En je had me op de tweede dag had je me ook al een keertje direct vermoord. Zonder twijfel, direct. Nee. Jij hebt mij niet. Jij hebt me niet direct, maar indirect heb je mij gelijk de eerste nacht vermoord. Ja, maar ik wou jou beschermen. Alleen, ja, waar moet je dan geliefd zijn? Door mij dood te maken, zodat ik dus. Ja. Ja, dan kon niemand anders je doodmaken. Ik heb heel vaak mensen hun plannetjes geloof ik getrast. Eerst jou, en dan de tweede. Weerwolf van Wakkerdam was echt geweldig om te doen. Wat emoties van je denken. Weerwolf van Wakkerdam was. Weerwolf van Wakkerdam was echt geweldig. Abonnij, hè? Nou ja. Kortom, Weerwolf van Wakkerdam. Dat wordt de titel. Abonnij is Weerwolf van Wakkerdam. Weerwolven en cadeautjes. Ja, dat was gisteren inderdaad echt. Het was gewoon zo bijzonder. Niet alleen dat jij heel veel dingen kreeg, maar ook wij allemaal met Pokémon kaarten en echt. Gewoon geen woorden voor te zeggen haast. Flabbergasted, we're completely flabbergasted. No, maar we hebben ook heel veel gezellige mensen gezien. Vooral wat is het stapprobleem? We hadden ook heel veel gezellige mensen met weerwolven, maar ook buiten weerwolven om. Bijvoorbeeld de Mabel en Dipper, die waren echt goed. Die deden het echt leuk. De Mabel en Dipper buiten op het grasveld die we tegen waren gekomen. Ja, allemaal ook leuk, maar daar echt degene waar we beeld van hebben dat we ook in de journal zitten te kijken. Ja, klopt. Die zaten echt zo in hun rol. Dipper maakt het heel zonnetje, ik kopieer alles. Trust no one! You said it yourself! This is Bill Cipher! Dit was in ieder geval de final day van Abonnij. Heb je nou een leukste momentje van de hele rit? Of alleen van deze aflevering? Maakt mij helemaal niet uit. Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En oh ja, zo heb ik hier. Ik doe het hierbij. Ik heb 2 kaartjes voor Tomo Fair die ik mag weggeven. Op 30 september en 1 oktober. Volgens mij was het voor zaterdag. Moet ik heel eventjes kijken. Informatie komt nu even onder in beeld. Plof. Yay. Dat dus. Wil je dus daar kans op maken, dan vergeet niet in je comment eventjes bij te vermelden. Hashtag TomoFair. Dan weet ik dat je daaraan meedoet. En dan kan ik... Hoeveel? 14 dagen? Nou, wacht eventjes. Wanneer heb ik deze video geüpload? Ja.
Kan ik binnen 7 dagen na deze video, als die geüpload is, een keuze maken wie dat er dus prijs, ja, wie dus inderdaad wint. En laat natuurlijk ook weten als je meedoet wie dat je mee wil nemen. Dus dat is wel leuk, want het is voor 2 personen. Dus dan hebben we dat ook gehad. Oh, jij mee vast, want dat mijn filter. Ja hoor. Dus, ik dank jullie in ieder geval voor het kijken. Laat een like achter voor deze awesome mensen die gezelligheid hebben gebracht. I really don't care about myself. Dat weten jullie ondertussen wel, want ik sta te veel met mijn smurf op deze video's. Met mijn smabbylaag. Smabbylaag. Wij zitten op één lijn met de gedachte de hele tijd. Hola. Ja, met dat gezegd hebben, heb ik eigenlijk niks meer verder te melden. Dus ik denk dat het tijd voor de... Doei! Smabbylaag. Ik weet niet waarom, we lopen altijd nog 1 keer door en dan veet hij van eigen zijn. Ja, ooit een keer. Ooit. Toch? 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 Van mij? Mijn? 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 Mijn?